thuiswerken. Hoe pak je dit het best aan en hoe kan je dit optimaal organiseren? Creëer een geschikte werkomgeving. Thuis zijn er heel wat afleidingen en een zetel of keukenstoel zal je niet vaak associëren met werken. Een aparte ruimte is daarom ideaal. Als dit niet kan, probeer je best je omgeving zoveel mogelijk in te richten als een werkruimte. Installeer het dus aan een tafel en niet in de zetel. Hou rekening met ergonomie en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Denk hierbij in de eerste plaats aan een goede bureaustoel. Het gebruik van een computermuis, headset en apart toetsenbord, indien mogelijk, is ook sterk aangeraden. Zo creëer je meer werkruimte, maar zorg je ook voor een gezonde werkhouding. Win-win dus. Je kan hier natuurlijk ook een persoonlijke toets aan geven. Denk aan je geliefkoosde plant of huisdier of je favoriete muziek. Vaak heb je ochtendrituelen opgebouwd doorheen je carrière. Een tas koffie bij de laptop of een telefoontje naar de collega's. Probeer deze in de mate van het mogelijke door te trekken bij thuiswerk. Het wordt zelfs aangeraden om effectief even door de voordeur te gaan om je het echte werkgevoel te geven. Echt waar. De persoonlijke toets die je geeft aan gesprekken met coaches, klanten of collega's kan je nog steeds via digitale manieren. Zo zijn er heel wat alternatieven om hier creatief mee om te gaan. Experimenteer en probeer uit. Laat het creatieve beest in je los en laat je vooral niet remmen door de afstand. Bel gerust even met een collega via Teams om de collegiale sfeer te voelen en te bewaren. Tot slot, jouw huis zal vast en zeker enkele afleidingen hebben. Stel daarom duidelijke grenzen om jouw focus te kunnen houden. Werk met uurroosters of gedeelde schema's tussen je kinderen en je partner. Dit om een afbakening te hebben tussen alleen en samen te doen. Misschien willen zij wel enkele huishoudelijke taken overnemen. Misschien, hè. Heb je tot slot nog tips en tricks voor collega's? Deel ze gerust op onze gemeenschappelijke kanaal.